Boer Jan blikt terug op zijn BZV-avontuur in 2008. Het was niet wederzijds. In de laatste Boer zoekt vrouw special van dit seizoen blikt Yvonne Jaspers samen met boeren Theo, 2015, en Jan, 2008, terug op hun eerdere avontuur. Boer Jan liep tijdens zijn logeerweek bos weg, maar hij verklaart nu wat eraan vooraf ging. In de preview van vanavond vertelt hij er al wat over. Ik vond Sipi een leuke vrouw, een lieve vrouw. Ja, maar dat was niet wederzijds, blikt hij terug op voor hem alweer 11 jaar geleden. Yvonne Jaspers weet het nog maar al te goed. Dat moment zal ik nooit vergeten. Dat jij daar in die keuken zat en ineens liep jij buiten op het veld. Maar wat zat daar tussenin? Daar heeft hij nog steeds geen echt antwoord op. Ik weet het niet. Ik had het gehad. Afterparty van Boer zoekt vrouw. Gelukkig is het met de liefde toch nog goed gekomen. Boer Jan ging namelijk aan de haal met Pauline, de vrouw die eerder bij Boer Jan op het erf liep. Bij de afterparty van Boer zoekt vrouw sloeg de vonk tussen hen over en uiteindelijk bleek dat niet voor niets. Ze wonen nu al jaren samen in Friesland en ondanks de moeilijke tijden die ook zij gekend hebben, houdt de liefde nog altijd stand. Helaas is het liefdesleven van boer Theo, die inmiddels geen boer meer is, wat minder rooskleurig. Hij vertelt vanavond aan Yvonne Jaspers ook alles over zijn liefdesleven en waarom hij koos voor een bepaalde mate van vrijheid en daarom zijn kaasboerderij verkocht. Boer zoekt vrouw special is zondag rond 20:25 uur te zien op M1.